Omdat hij zich als acteur op cultureel en maatschappelijk vlak in het bijzonder heeft onderscheiden en algemene publieksbekendheid heeft verworven, wat als een waar cultureel ambassadeurschap heeft bijgedragen tot de uitstraling van de gemeente Boom, van waar hij afkomstig is. Al dus gedaan. Met deze woorden ontvangt Herbert Vlak de titel ereburger van zijn gemeente Boom. De zoon van de eerste ereburger Bobby Jan Schoepen kijkt tevreden toe, samen met tal van andere genodigden. Voor de acteur zelf blijft het een beetje onwennig om op deze manier in de spotlights te staan. Wel, ik heb natuurlijk een Booms verleden. Ik woon al 47 jaar in Antwerpen. Maar ik ben altijd naar Boom. Ten eerste om mijn ouders, Huis Amelings, de Hemdenwinkel, en mijn vader, de Engelsman, die hier woonde. Dat zijn mijn roots hier. Ik zeg nog, mijn speeltuin van mijn yesterdayland, land, is nu Tomorrowland. Herbert Vlak kan terugkijken op een lange carrière, zowel in het theater als op het Witte Doek. Met een fotocollage kregen de genodigden een overzicht van Vlaks carrière. En al woont de acteur al meer dan 45 jaar in Antwerpen, een terugkeer naar Boom sluit hij zeker niet uit. Ik kan dat niet beloven. Als ik iets zeg, wil ik dat ook waarmaken. Maar het spreekt me wel aan. Ja. Ook voor de burgemeester lag de keuze voor Herbert Vlak voor de hand. Zoeken natuurlijk naar iemand die representatief is voor de gemeente en die ook wel carrière heeft gemaakt en waar je als Boom naar fier kunt op zijn. En we hebben wel een aantal personaliteiten in Boom, maar vond toch dat...